Hallo, we zijn op weg naar Leuven. Daar is iets speciaals te doen voor kinderen van het zesde leerjaar. Maar wat, dat zie je daar. Ik ben aangekomen bij de Brabanthal, waar ik kan dat plaatsvindt. Volgens mij wordt het een fantastische dag en ik kan de kinderen al horen. Met Ikanda willen we kinderen van 12 laten zien dat iedereen een talent heeft. Dat kan artistiek zijn, iets in de wetenschappen, maar dat kan ook iets met je handen zijn. We willen vooral ook laten zien dat je er wel hard voor moet werken en dat je ook creatief moet zijn. Zou ik ook eens op die wagen mogen? Ja, absoluut, dat je mee naar boven, ja. Ik kan dat presenteren. Vinden jullie het spannend? Heel spannend. Voor mij is het de eerste keer, dus ik sta eigenlijk te popelen om te beginnen en ik ben heel benieuwd wat dat het juist gaat zijn. Ik doe dat al 4 of 5 jaar en dat is altijd heel leuk. Normaal is het met Sophie van Mol. Die heeft nu 2 kindjes, dus dat kon niet. Dus dan kwam Christine, maar die is ziek geworden. Dus last minute is dit onze redder in nood. Sven Nijs op Ikanda, wat mogen we verwachten? Goh ja, ze doen van mij een interview en ik denk dat het heel belangrijk is dat ik probeer over te brengen aan de kinderen wat sport in mijn leven betekent. Als je van je hobby je beroep kunt maken, dat er niks mooiers is. En er zullen nu zeker kinderen bij zitten die later ambitie hebben om sportman of sportvrouw te worden. Vind je het hier leuk op Ikanda? Ja. En waarom vind je dat zo leuk? Omdat het leuk is. En welk spelletje is dit? Zo'n spelletje dat je zo moet snowboarden. Wat mogen we verwachten van jou op dit event? Ik word geïnterviewd. Dus ja, ik ga op het podium zitten en ze gaan mij vragen over waarom fysica en hoe beginnen we daarmee en wat vinden ze plezant aan. En ik ga daar enthousiast op antwoorden. Eigenlijk ja, een soort lobbywerk. Een soort lobbywerk richting de jeugd. Ziezo, ik kan dat zit erop. Ik vond het erg tof. En tot de volgende keer.